Oké, jongens. Binnenkort zijn de elektrolytenscoops verkrijgbaar op de website. Houd het in de gaten. Vandaag gaan we lekker trainen. Ik ga lekker pompen. Richard gaat ook pompen. Zo, we moeten even squatten en even bankdrukken. We gaan vandaag het hebben over, stel je gaat beginnen met sporten of je bent nog niet zo lang bezig. Hoe kan je het dan het best aanpakken? En wat zijn de dingen waar je op moet letten? Je ziet ons altijd powerliften, bankdrukken, squatten, deadliften. Eigenlijk de drie grote compound oefeningen. Waarom doen we die? En wat heb je eraan ook als je geen powerlifter bent? Dit wordt het niet. Zo. Jongens, compound oefeningen. Eigenlijk zoals je ziet, Richard en Zoran beginnen met een compound oefening. Dus dat is het met de bankdrukken, squatten en de deadliften. Waarom? Met een compound oefening pak je veel grotere spiergroepen dan dat je zou doen met een isolatieoefening. Bepaalde isolatieoefeningen zijn bijvoorbeeld dumbbell curl, tricep extensie, cable pulldown. Allemaal oefeningen om specifieke spieren te isoleren. Waarom zou je beginnen met een compound oefening? De kracht op die oefening is heel erg meetbaar. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een one rep max hebt op 80 kilo op bench en je krijgt dat uiteindelijk omhoog naar 100 of 110, kan je veel meer gewicht verplaatsen op de isolatieoefeningen, waardoor je weer meer spiergroei kan creëren. Dus je kan veel meer volume kwijt in je training. Wat bedoel ik met volume? Eigenlijk gewoon het aantal sets, keer het aantal reps, keer het gewicht. Je verplaatst veel meer gewicht tijdens een training. Dankzij die hogere hoeveelheid volume kan je veel meer spiergroei realiseren. Ik ga eigenlijk ook even lekker chest pompen. Ik begin met de bankdrukken. Daarna ga ik de spieren afmaken met dumbbell presses, cable extensions voor mijn triceps en nog wat flies om de borstspieren te isoleren. Proteïne, nooit verkeerd. Lekker. Lekker. Hoppa. Nou jongens, waarom is Zoran zo groot? Niet omdat hij alleen maar bovenlichaam traint. Hij is natuurlijk net als Richard en ik heel veel aan het squatten, heel veel aan deadliften. Pak je veel grotere spiergroepen mee. Bijvoorbeeld deadliften pak je je hamstrings mee. Waardoor je lichaam een goede impuls krijgt. En op het moment dat je alleen maar je biceps loopt te trainen, dan is dat vele, vele malen minder. Dus daarom, als ik zeg, beginnen wij vaak met, net als Richard daar zo, dus weer 160 kilo aan de bank drukken. Eerst met de compound oefeningen en daarna gaan we pompen. Dus eerst de grote spiergroepen en daarna gaan we isoleren. Dus dan kun je de spieren met een cable extension pakken. Vervolgens kan je nog dumbbell presses gebruiken om je chest te isoleren, samen met pecflies. Zo stellen wij vaak ook de programmering samen van mensen die en of willen bodybuilden en of willen powerliften. Dus je hoeft niet per se een powerlifter te zijn, of helemaal niet, om die compound oefeningen te doen. Ze zijn voor iedereen heel belangrijk. En als je in het begin keihard wil knallen en je wil zoveel mogelijk progressie boeken, stop die compound oefeningen in je trainingsregime. Vroeger, ik kon 60 kilo nog geen één keer bankdrukken. Dan heb je het over 20 kilo per kant op de stang. Dat lukte me gewoon absoluut niet. En ik deed al heel veel met sporten, altijd opdrukken, optrekken thuis. Nou ja, als ik dus uiteindelijk dumbbellpress ging doen, dan had ik moeite met 10 kilo, ik noem maar wat. En dan nu kan ik gewoon 140 kilo bankdrukken. En dan kan ik natuurlijk veel meer gewicht pakken op de bijoefeningen, waardoor ik gewoon veel meer spiergroei kan krijgen. Dus ga even 140 kilo knallen. Dit zou vroeger dwars door mijn nek heen vallen. En dat is nu als het goed is niet. Hey, goeie maten. Wat is nou het mooie aan die compound oefeningen? Nou, eigenlijk heb je soms wel mindere dagen, weet je wel. Dan kijk je in de spiegel, ben je niet helemaal tevreden. En dan ga je gewoon weer lekker benchen. En dan merk je toch van ja, je bent toch weer sterker geworden dan je was, weet je wel. Met die compound oefeningen kan het soms, als je helemaal geen energie hebt, echt tegenzitten. Ja, bijvoorbeeld met squatten en zo, dan weet je gewoon van ja, je bent gewoon zoveel sterker geworden. Het geeft voldoening, het is meetbaar. En het zorgt ervoor dat je gewoon makkelijker doorzet met al die trainingen. Je geeft het minder snel op, omdat je gewoon die voortgang pakt. Goed lekker. Dus stel, je bent een beginner, je komt de sportschool binnen en je wil gewoon die benen laten groeien. Het beste wat je kan doen, is de squat. In principe je hele lagere lichaam, je lower body, gebruik je gewoon bij de squat. Daarnaast kan je eventueel nog leg extensions doen, leg presses, calf raises. Maar bij de squat zelf gebruik je dat allemaal tegelijkertijd. Daarom is het efficiënter.
Nou jongens, compound oefeningen zijn niet specifiek alleen voor powerlifters. In principe is het voor iedereen. Een oefening waarbij je meer spiergroepen gebruikt is sowieso beter dan een isolatieoefening waarbij je maar één spiergroep gebruikt. Nou, als powerlifter wil je natuurlijk sterker worden op de compound oefeningen. Door sterker worden in de bankdrukken, de squatten en in de deadliften. Dus wij doen hoofdzakelijk de bijoefeningen om sterker te worden op de compound oefening. Ja, stel je bent gefocust op spiergroei, dan kan je de hoofdlift, dus de compound, gebruiken om sterker te worden. Zodat je meer gewicht weg kan zetten op de bijoefeningen, zodat je meer spiergroei kan krijgen. Maar wij doen dus de manier, dus andersom. Maar hoe dan ook, is de compound oefening dus altijd belangrijk. Hou hem erin. Nou is de uitvoering van deze oefeningen wel heel erg belangrijk. We hebben al een aantal video's gemaakt waar we het squatten, het bankdrukken en het deadliften uitleggen. En ook hier tussendoor geven we natuurlijk al wat tips. Zou je graag een beetje een zetje in de rug willen hebben en een beetje een guideline van hey, welke gewichten moet ik pakken, wat is een goede opbouw? Dan staat op de website Powerlift Coaching beschikbaar, zowel een pakket als een los schema van 7 weken waar we je ook begeleiden. En heel binnenkort komt er 1-op-1 coaching van Zoran en ik, waar we je echt van week tot week begeleiden met voeding. We houden je stressniveau bij, je slaap, eigenlijk alle factoren die het doen met je progressie. En van week op week kunnen we een schema voor je samenstellen. Hè, van eigenlijk wat jouw personal needs zijn. Dus hè, wat wil je realiseren? Wil je sterker worden? Wil je bodybuilding wedstrijd gaan doen? Wat het ook is, wij begeleiden je echt 1-op-1 met een custom gepersonaliseerd schema. Hou de website in de gaten. Nou, goeie maten. De volgende keer kun je ook van ons een video verwachten waar we het gaan hebben over ja, hoe wij vroeger begonnen zijn, wanneer, hoe we er toen voor stonden. Hebben wij nou goede genen, hebben wij slechte genen? Of hebben we ontzettend veel werk erin gestopt om te zijn waar we nu zijn? Ik woog vroeger nou, ongeveer zo'n 66 kilo met deze lengte. Ik was 1,89 meter toen ik 14 was. Heel lang voor mijn leeftijd. Tot nu toe eigenlijk helemaal niet meer gegroeid, niet meer langer geworden. Toch een heel stuk zwaarder geworden, bijna zo'n 30 plus kilo. Nou, Zoran is helemaal bizar, die is helemaal flink toegenomen. En Richard heeft wel zijn bankdruk verviervoudigd. Dus ja, we gaan het eens over hebben wat we nou helemaal hebben gedaan. Vandaag geven we al een beetje uitleg van hey, wat is nou super effectief en wat heeft voor ons heel goed gewerkt. Nou, ik was vroeger heel erg veel aan het deadliften. En dat heeft ook ervoor gezorgd dat ik heel snel massa in mijn benen heb gekweekt, in mijn bovenrug. En dat ik bijna in 2-3 jaar tijd van 66 naar zo'n 90 kilo lichaamsgewicht ben gegaan. En waar ik ook veel sneller sterk ben geworden. Dus daarover later meer. Oké, volgende keer komt er een video over waar wij zijn begonnen, hoe we zijn begonnen en wat we van hebben geleerd. Dus wat zouden we anders doen of hadden we beter kunnen doen in de jaren dat we begonnen met trainen. En waar hadden we dan nu mogen kunnen staan. Dus zie je de volgende keer. Weet je wel?